Dat is gewoon een groot beest weg. Oké, ik weet niet waar het nu is. Het is opgehouden. Oei. Dat heeft in een hele korte tijd een hele grote afstand afgelegd. Nu is het helemaal daar. Wat is dat geweest? Iets wat hier een geluid maakt, toen stil en nu daar weer. Wacht, het kan zijn dat het hier nog zit. Oké, jongens, ik vertrouw het niet. Het kan achter die heuvel zitten. Wauw. Ik wil bijna zeggen, zullen we terug gaan kijken, maar... Ik ga niet meer terug bij die bankjes, want ik heb het idee dat het daar nu zit en ik weet niet hoe groot het is. Ik kan me eens voorstellen, iets wat heel groot is, dat heel veel lawaai maakt. Maar dat heb ik zelden meegemaakt. Iets wat in een paar seconden tijd hier hoorbaar is en dan opeens daar. Ik ga er dus vanuit dat er twee verschillende beesten zijn, dat deze hier nog zit. Ik weet het niet zeker. Mocht dat werkelijk zo zijn, dan is het iets wat zich supersnel verplaatst. Dus daarom vertrouw ik het niet. Ik ga eventjes verder mijn eigen koers lopen. Wow, heel sneaky, opeens zo'n geluid. Ik weet niet of de camera dat gepakt heb. Ik heb mijn gunmicrofoon er niet op zitten. Ik heb hem nu eventjes gewoon zo, de camera. Dus, wow. Wat is dit? Kijk, ze kunnen hier overal zitten, hè, in deze diepe dalen, zeg maar. Dan sta je hier en dan schieten ze ineens weg. Hier lopen ook allemaal paden doorheen. Deze stopt, dus we moeten terug. Nu ik de laatste tijd helemaal niet praat tegen de camera, schieten er steeds meer beesten weg op het allerlaatste moment. Dat is eigenlijk wel kicken. Dan horen ze je gewoon niet aankomen. Wat is dit hier? Vette plek hier. Het wordt steeds groener in het bos, jongen. Niet normaal, maar moet je dit zien, die kleuren allemaal. Hier weer heuvelachtig. Oh, wacht, hier komt hier weer een splitsing uit. Dit loopt helemaal die kant heen. Ik heb het idee, als ik daarheen ga, dat ik meer beesten tegenkom. Hier is het heel heuvelachtig, kijk maar naar boven. Dus ik heb het idee dat hier, zelfs overdag, behoorlijk wat wild zich verschuilhoudt. Het zullen vermoedelijk alleen maar weer zwijnen zijn, maar goed. Al merk ik zelf dat er hier bijna niets is omgewoeld door de zwijnen, zeg maar. Dus het kunnen ook andere beesten zijn. Hier, maar ik weet niet of dit echt door een zwijn gebeurd is, dit. Het ziet er wel heel vaag uit. Weer heuvels. Hier een hele rand die hier loopt. Goed, we proberen zo plusminus een beetje de kaart vol te krijgen. Met zoveel mogelijk video's maken. Dan kunnen we die er even uitdoen, even een andere kaart gaan halen. Want ik kan helemaal op de computer niks meer wegschrijven. Het zit helemaal afgeladen vol alles. Dus dat is eigenlijk wel minder. Even kijken, wat is dit? Over een heuvel. Geen idee waar dit uitkomt. Oké, even doorlopen. Het is wel een heel stil, rustig bos. Daar ben ik wel achter gekomen. Oh, wacht. Dan ben je een goed verhard pad, denk ik. Oh, vet die waterbron net. Echt super gaaf. Kijk, misschien wat we rechts afslaan. Ja, laten we maar rechts afslaan hierheen. Even kijken waar dit uit gaat komen. Oh, wacht, ik loop heel ver naar achter door. Oké, ik hoorde weer een geluid, recht voor mij, alleen we zien helemaal niks. Er zit hier wel van alles, dat is één ding wat zeker is.
Pas wel jammer weer, van de bosbessen, door die stortregen is alles er weer afgegaan. Zie maar, er zit niks, helemaal niks meer aan. Ja, een paar hele kleine... Oeh, wacht. Misschien dat deze groene nog uit gaan komen. Ik weet niet of de camera dat pakt. Laten we hopen van wel, dat we tenminste nog iets hebben. Of is het al allemaal zo ver hier dat het in zo'n staat is dat het bosbessen gaan worden? Dat weet ik. Oh, wacht, hier zit er één aan, maar bijna niets. Ik denk de eerstvolgende stortbui, dan gaat alles er weer af. En dan hoop ik dat het allemaal door de bijen en zo bestoven is, dat het tenminste bosbessen gaan worden. Hoe moet je dat zien? Kijk, het heeft behoorlijk geregend hier. Oh, kijk. Daar is ook een mooi bos zo te zien. Kijk, en dit gedeelte wordt al helemaal gesloten. Hier loopt ook weer een pad in. Ik weet alleen niet waar dit uitkomt. Ik zie daar achteraan omgevallen bomen, dus het zal wel stoppen, denk ik. Ach, kijk. Verscholen hulst. Heel vet dit. Wat is dit nou hier? Hele heuvel, wauw. Al die veranderingen hier opeens. Oh, kijk, dit is wel heel duidelijk zichtbaar dat het een ligplek voor dieren is. Dus ze liggen letterlijk gewoon 2,5 meter van het pad vandaan in de nacht. Hier is het bewijs. Wat is dit dan? Zeil in het bos. Wat is dit? Wat is dit nou? Geen idee. Als iemand weet waarvoor dit is, geen idee. Zeil en het ligt op een soort van palen. Hier nog een groter stuk. Oh, wacht. Er liggen palen onder om ze te beschermen. Dus ze gaan hier iets in de grond slaan, blijkbaar. Wacht. Waarom bouwen ze zo'n hele constructie dan eromheen? Ze kunnen het toch gewoon in zeil leggen en op de grond leggen? Vaag, maar goed. Hé, hey, kijk hier. Hier is de grond omgevoeld. Hier heeft er geen lopen graven, zie je dat? Dat is heel vers, dat is van afgelopen nacht. Hier weer, een kleintje.
overal eigenlijk. Gaaf. Wat is hier gebeurd? Allemaal hele kleine stukjes. Net of dat hij iets aan het zoeken was of zo. Hier is het gestopt. Hier weer, kijk. Heel vers dit. Ik weet niet wat ze zoeken. Het is maar een hele kleine diepte. En dan stoppen ze ermee. Kijk, hier liggen we allemaal takken samen. Voor van die vogels die heel veel geluid maken. Die vinden het geweldig om daar tussen te zitten, zeg maar. Dat heb ik al heel vaak gezien. Ah, kijk. Hier kom je dus bij een verhard pad uit. Hele zware tractorbanden staan hier. Even kijken. Dit is denk ik wel een leuk stuk. Ja, hier zitten zeker zwijnen tussen. Wauw. Dat geluid van die vogel. Oh, hoe dichter je het bos in loopt, hoe meer speciale vogelgeluiden je hoort. Ik zal eens heel even kijken hier of ik misschien iets zie wat daar rondloopt. Ja, en dan moet het ook echt wel bewegen voordat het misschien zichtbaar op de camera is. Maar je ziet het, het is wel weer een heel mooi bos. En kijk even op de grond, echt overal bosbessen, waar je ook kijkt. En je ziet het, ze doen weer aan sport. Doei!